Deze highlights worden u aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Buitenspel denk ik dit van Forsberg, want het mag doorgaan. Een Nkunku. En die maakt er 1-0 van, maar de vlag gaat omhoog. Jawel. Een Nkunku zegt nee, maar de vlag is omhoog. We gaan al lichte vaart ook krijgen, want het was voorafgaand buitenspel. Ja. Hier bij die uittrap van Mignolet. En dan deze tik, dat is geen buitenspel op dit beeld te zien. Nee. Hier niet, Wilfried. Maar en Sopje komt te laat. En dan nog eens een tweede keer op een Nkunku. Dan moeten ze twee keren nakijken. En de beslissing gaat er komen. Ja. En doelpunt. En dan toch het juichen natuurlijk. Ook al heb je het niet meer verwacht. Dat is straf, want het is terecht gewoon. Ketelaar legt hem af van Aken. Opnieuw Goulashy. Aha. Club krijgt zijn kansen. Mukiele gaat hij strappen. Met links. Nou, mogen ze hem nog laten doen, denk ik. Ja. Bij het trap Club Brugge. Weer uitkijken voor de Ketelaar. Zowat niet, maar daar is Matta met het vrije schot. Tegen Goulashy en dan Van Aken tegen Kambelaan. De actie nog niet afgelopen. Uiteindelijk toch maar gevlacht voor buitenspel. Ja. Dat het zeker kan. Hier zeker geen buitenspel. Dit moet het dan maar zijn voor de Ketelaren. Krijgt hem terug Van Aken. Nu wel en toch de vlag. En toch de vlag. Ik denk van niet. Ook hier volgens mij moet de VAR het checken. Onderschepping, Sobol en dan de paas van Balanta in één keer. Nee, volgens mij niet. Nee. Volgens mij staan die voeten gelijk. Op het moment. Is goal. Ja, voilà, ik zei het. Ja, ja. Uw gevoel laat u niet in de steek, Wilfried. Dat is mooi. Ik zie zo goed niet meer op mijn leeftijd, maar het gevoel gaat niet weg. Nee. Emil Forsberg achter de bal. Op deze lijn staat hoog van club. Deze bal wordt overgekopt. Dat was een vrije kop, kan zo voor Paulsen. Dat is jammer dat die kaats van de Ketelaar wat ver weg springt. Hij blijft wel bij Lang. Zo waar een steun. Ah, dat was een linker. Had kunnen doorstoten tussen die twee mannen. Matta, dat is een goede bal. Van Aken, vol risico. En de goal! Mats Rits, goed gevolgd. En club staat op voorsprong. Het is verdiend. 5 minuten van de pauze. 1-2 en de Duitsers kijken sip en terecht. Een Nkunku. Plots het schot. Niet eens zo hoog erover. Een Nkunku met vrije trap. Dat is een goeie. Dat valt mee voor de club. Oeh, nee, toch niet. Daar kon Guardiol nog uithalen. En dan Forsberg. Knalt daar een Bruggeling omver. Balanta vol in het aangezicht, denk ik. Een Nkunku. Ja, die gaat daar weer duiken. Daar is Paulsen. Die laat het trappen. Het is weer een vangballetje voor Mignolet. Maidara steekt hem tot bij een Nkunku. Oh, Mignolet kwam in botsing. Nou, Vincic vindt het voorlopig niks. Buitensignaal klinkt. Daar komt Forsberg. Hij gaat het toch proberen. Met zo'n zwadderbal. Ja. Matta. Slim. Maar
Ja, toch de bal weer kwijt. En de eerste echte save van Mignolet. Lang is 1 tegen 1 met Campbell. Lang kan de man passeren. Lang met het schot. Ah, helemaal centraal. Pal op Goulashy. Van Brobbey. Silva. Komt hier de man mee. Goeie tackle van Mata. Corner wel. Deze highlights werden nu aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.